Um, na de politici hebben nu ook de wetenschappers hun ivoren torens verlaten. Ze proberen de kloof met de burgers te dichten. Grote roerganger op dit moment is vertrekkend KNAW-voorzitter uh, Robert Dijkgraaf. Een aimabele man met een goed verhaal. Hij gaf vorige week een college bij De Wereld Draait Door over de oorsprong van het heelal en het leven op aarde. Wetenschap stelde Dijkgraaf vooraf vast is voor iedereen en biedt vooral, en dan quote ik hem, een gevoel van oriëntatie. Hij gebruikte daar ook het beeld van een, een kaart. Hè? Dus hij zei van, als we nou naar een stad gaan, dan het eerste wat ik doe is ik ga naar een kaart, zodat ik weet waar ik ben. Ik heb, dat is het gevoel van oriëntatie dat wetenschap ook zou geven. Maar is dat zo? En vergroten we het maatschappelijk draagvlak door een popularisering van wetenschap via de media? Het tegendeel is waar. Het vertrouwen in wetenschap neemt alleen maar af, vooral in westerse samenlevingen en vooral onder laag opgeleiden. En mediatisering neemt dat wantrouwen niet weg, maar voedt juist de twijfel, de sceptisisme en het wantrouwen. Via de media worden mensen onophoudelijk geconfronteerd met de tegenstrijdigheid van wetenschappelijke claims. Neurobiologen als Dick Zwaap, psychiaters als Bram Bakker en filosofen als Stine Jensen en vele anderen bestoken ons vol overtuiging met verschillende verhalen over wie wij in essentie zijn. Zijn wij ons brein? Zijn wij onze psychische neuroses? Of zijn we niet veel meer dan de optelsom van de rollen die wij spelen in het maatschappelijk leven? Discussie tussen en binnen disciplines, methodische twijfel over empirische bevindingen en theorieën, zij zijn natuurlijk inherent aan wetenschapsbeoefening. Maar waar het debat voorheen plaatsvond achter de muren van laboratoria en universiteiten, daar is hij de laatste decennia transparant gemaakt voor het grote publiek. Kranten, tijdschriften, radio en televisie bestoken ons met tegenstrijdige onderzoeksresultaten. Visolie is goed voor het hart. Van visolie krijg je kanker. Opvoeden doe je met veel empathie. Opvoeden doe je met harde straffe hand. Het gaat veel beter met het klimaat. We steven af op een ecologische catastrofe. Vaccinaties tegen de Mexicaanse griep zijn noodzakelijk. Zij zijn overbodig of zelfs gevaarlijk. Een recent voorbeeld uit de krant. Hè? Professor leest de krant, dat is het idee. Het NRC kopte in augustus 2011 dat Nederlandse jongeren in de top 5 van zware drinkers zitten in Europa. De volkskrant stelt op 25 april dit jaar coma zuipen neemt toe. Een week later, op 2 mei 2012, blijkt uit onderzoek, als ik het goed heb is van het Trimbos Instituut en het SCP, dat alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren al jaren daalt en dat zij de meest matige drinkers uit Europa zijn. De media maken deze en andere tegenstrijdigheden binnen de wetenschappelijke gemeenschap niet alleen transparant, maar zij selecteren daarbij actief op conflict in plaats van consensus. Dat is medialogica onomstreden feiten zijn niet mediageniek. En andersom, niet zo goed voor de kijkcijfers als twee klimaatwetenschappers die elkaar retorisch de hersens inslaan in De Wereld Draait Door of Pauw en Witteman. De conclusie die burgers dan al gauw trekken is, wetenschap is ook maar een mening, zoals een stuk in het NRC. Wetenschappers lullen maar wat, en het perspectief van deze experts op de werkelijkheid verschilt niet fundamenteel van dat van de gewone man. Het postmodernisme, vooral ontwikkeld als kritisch theoretisch perspectief binnen de wetenschap, is maatschappelijke realiteit geworden. Een soort pop-postmodernisme. Burgers hebben het natuurlijk niet over wetenschap als een bewegelijk leger metaforen, zelfreferentiële taalspelen of het einde van de grote narratieven van de verlichting. Maar zij onderkennen wel steeds meer het perspectivistische karakter van de wetenschap. Zij zien steeds meer en steeds vaker dat wetenschappelijke kennis verbonden is met tijd, plaats, belangen en macht. Terug naar Robert Dijkgraaf. Kan wetenschap een gevoel van oriëntatie bieden? Dat is naïef verlichtingsdenken gebaseerd op een wensdroom. Meer gebaseerd op hoop dan op realiteit. Wetenschap is vooral via de media kweekt juist een gevoel van desoriëntatie. Dank je.